Haven 4. Gegeven is de functie f. In vraag a breek een algebra is de extreme waarde. Nou, extreme waarde, dat moet je nu weten. Dat is de maximale i en de minimale i. Teken ze ook eventjes in de grafiek. Daar ergens zit de maximale i, daar ergens zit de minimale i. Ja, een echt minimale i is er natuurlijk niet, hè, want die zitten daar en daar, maar die zijn er niet. De grafiek gaat oneindig door. Maar dat zijn de punten die mij gevraagd worden om uit te rekenen. En daar is de raaklijn horizontaal. Dus daar is de richtingscoëfficiënt 0. Dus daar is de afgeleide 0. Dus ik ga de afgeleide uitrekenen. Fx is, nou, de 3 komt ervoor. X kwadraat min 6x plus 8. Nou, dat is gelukkig een fijne. Is 0. Even kijken. X min 4 keer x min 2 is 0. Dus x is 4 of x is 2. Dan ben ik er nog niet, want ik moet de y-waarde weten. Dus ik moet de f van 2 uitrekenen. En ik moet de f van 4 uitrekenen. Bij 2, daar zie ik in de grafiek, daar zit een maximum. Hier max. En bij 4, daar zit een minimum. Het maximum bij 2, dat is 9, 2, derde en een minimum bij 4 is 8, 1 derde. Ik vul hem dus in deze originele formule. Daar vul ik voor de x nu het getal in. En dan reken ik het uit. En dat doe ik met mijn rekenmachine. Oké, gaan we naar vraag B. Oké, vraag B. Die is een beetje anders. Daar geven ze je beperkingen. Dan zeggen ze, neem het domein van 0 tot 3 en bereken nu het bereik. Dus bereken nu de hoogste en laagste y-waarde. Nou, dan kan het niet anders of dit zijn de x-waarden die ik mag invullen. Zeggen nou, neem de x tussen de 0 en de 3. Nou, die ga ik even verticale lijnen betekenen. Die doe ik in het groen. Hier heb ik x is 0. En hier heb ik x is 3. En alles wat daar buiten zit, daar mag ik eigenlijk niet naar kijken. Dus dit, hier dit stuk, even goed wegstrepen. Dit stuk van de grafiek kijk ik niet naar. En dat stuk van de grafiek kijk ik niet naar. Ik kijk alleen maar naar het stukje tussen die twee groene lijnen. En tussen die twee groene lijnen die bij x is 0 zitten en bij x is 3. Moet ik gaan kijken wat is in dat gebied de maximale y en wat is de minimale y. Nou, dan kijk ik in de grafiek en dan zie ik, die max die er eerst in zat, die zit ook in dit gebied. Dus dat is nog steeds mijn maximale i. Waar zit de minimale i? Dan ga ik zoeken. Hier niet, hier niet, hier niet. Kijk, daar zit de laagste waarde. En waar hoort die laagste waarde bij? Ja, hij ligt op die lijn x is 0. Dus die laagste waarde hoort bij de x van 0. Dus in de formule voer ik voor x 0 in en dan komt er 3 uit. Nou, dan kan ik het bereik opschrijven. En het bereik is altijd laagste waarde, komma hoogste waarde. De laagste waarde zit hier bij 3. En de hoogste waarde, die had ik net al uitgerekend, die zit bij de x van 2. Die heb ik bij vraag A uitgerekend. En dat was 9, 2, derde. Nou, ga ik naar vraag C. Vraag C. Neem als domein alle getallen vanaf 3 en hoger. Nou, domein is altijd de x. En geef het bereik, dus geef de maximale i en geef de minimale i. En de x is vanaf 3. Dus dat ga ik weer doen wat ik daarnet ook deed. Ik ga bij x is 3 ga ik een lijntje tekenen. En alle getallen groter, dus alles wat daaronder zit. Alles wat eronder zit, dit stuk, dat telt allemaal niet mee. Ik kijk alleen maar vanaf de 3 en dan ga ik weer op zoek. Wat is de laagste i en wat is de hoogste i? Nou, wat zie ik nou? Ja, het minimum zit erin. Dus dat is in ieder geval de laagste i, want dat heb ik al uitgerekend. En een hoogste i, ja, die grafiek die gaat alsmaar hier door omhoog. Er is geen hoogste i. Nou, wat schrijf ik dan op voor het bereik? Dan krijg ik eerst de laagste i. Die hoorde bij x is 3. En bij x is 3, sorry. Oh ja, die hoorde bij, nee, niet bij x is 3. Dat zit ik nou te raaskallen. In mijn plaatje zag ik al het minimum wat ik eerder heb uitgerekend, dat is de laagste i-waarde. Dat was natuurlijk bij x is 4. En daar de i-waarde van was 8, 1 derde. Dus de laagste i-waarde is 8, 1 derde. En de hoogste i-waarde is er niet, die kan altijd hoger.
Als je altijd hoger kunt, dan krijg je zo'n pijltje.